is op het moment misschien wel het duurste Fortnite-account. Deze skin heb ik letterlijk nog nooit gezien. Het is weer zomer en speciaal daarvoor heeft Fortnite superveel skins toegevoegd in de game. Zijn er natuurlijk altijd wel mensen die natuurlijk een nieuwe skin willen kopen. Alleen heb je er ook wel eens mensen tussen zitten die elke skin kopen. Mensen die natuurlijk elke skin kopen in Fortnite hebben dan uiteindelijk ook echt een enorm grote locker met superveel skins erin. Daar heb ik bijvoorbeeld een tijdje geleden ingelogd op iemands account en hij was zo iemand die elke skin kocht in Fortnite. Het account waar ik toen ook een tijdje geleden op had ingelogd had superveel skins, alleen had het niet alle zeldzame skins. Vandaag gaan we inloggen op een nieuw groot account met superveel skins erop en wij gaan kijken of dit account wel zeldzame skins heeft. Voordat ik ga inloggen op het account heb ik een challenge voor jullie. Kunnen jullie vandaag namelijk het enorme like van 5000 likes halen? Vergeet natuurlijk ook niet te abonneren op mijn kanaal. Als je dat nog niet hebt gedaan, we zitten op het moment echt ontzettend dicht bij die 160.000 abonnees en we komen er met de dag dichterbij. Ik zit hier nu zelf op mijn eigen Fortnite account en zoals je hier kan zien heb ik hier aardig wat skins op staan, aardig wat exclusieve skins. Maar ik heb niet echt super zeldzame skins uit Season 1. Ik heb toevallig wel de Black Knight skin uit Seizoen 2. En al ga ik naar mijn gliders toe, dan heb ik hier ook wel een glider uit Season 1. Dan moet ik hem wel even vinden. Even kijken hoor, daar staat hij al. Dit is namelijk een glider uit Season 1. Maar voor de rest heb ik geen zeldzame skins of wat dan ook meer uit Season 1. Hopelijk heeft dat account waar ik nu op ga inloggen dan natuurlijk wel. Ik zit op het moment op het Fortnite account. En het enige wat ik nog hoef te doen om natuurlijk het Fortnite account zelf in te duiken is door op deze mooie knop met A te drukken. Dus laten we dat gewoon doen. Klik op de Battle Royale knop in 3, 2, 1. Let's go. En laten we gaan kijken. Oké, we hebben gewoon als eerste skin een Renegade Raider, wat dus een skin is uit seizoen 1. Ik ben op het moment zo benieuwd naar wat er eigenlijk nog meer op dit account staat. De eerste skin die we tot nu toe al hebben gezien is dus gewoon letterlijk de Renegade Raider. Een skin die je alleen maar kon kopen in season 1 uit de season shop. Toen had je namelijk een item shop en daarnaast had je nog een season shop en je had geen battle pass. Dus eigenlijk is dit een soort van, ja, betaalde skin natuurlijk uit season 1. Dus laten we maar even verder kijken in de locker. En laten we kijken wat er nog meer staat op dit account. Sowieso staan er dus season 1 items op. Laten we eerst gewoon kijken naar de wraps. Zo, hier staan aardig wat wraps op. Misschien wel meer dan wat ik op mijn eigen account heb staan. En hier staan zelfs allemaal animated wraps op. Deze is toevallig laatst uitgekomen met natuurlijk de nieuwe zombie game. Oh, nu zet ik ze overal op aan. Oh, dat wou ik niet doen. Maar deze is toevallig laatst uitgekomen in de zombie game mode. En die heeft hij dus ook. Gewoon, dat is super vet. Voor de rest, ja, allemaal leuke. Een banaan, oké, dus gewoon letterlijk een banaan ding, oké, geniaal. Maar voor de rest, allemaal leuke wraps natuurlijk. Veel van challenges ook, volgens mij was deze namelijk, ja, deze was sowieso voor een challenge, dat weet ik zeker. Deze kon je een keertje krijgen met Valentijnsdag, ook super tof. Het staat gewoon allemaal op dit account, omdat dit account gewoon letterlijk al uit season 1 komt. Maar, laten we gewoon lekker verder gaan, want ik zie hier gelijk al aardig wat dansjes en ik zie de wormdans hier ook al tussen staan. En de wormdans is een dans van de season 2 battle pass, dus ik zou zeggen, laten we gewoon een kijkje nemen. En hier staat dus gewoon alles tussendoor, dus laten we naar de dansjes gaan. Lijkt me toch een beetje het meest speciale. En er staan aardig wat dansjes op. Jeetje, oké, twee. Hij heeft gewoon letterlijk maar twee favorite dansjes. Namelijk de Floss en de Worm. Allebei dansjes uit de Season 2 Battle Pass. Die op het moment best wel zeldzaam zijn. Zelf heb ik deze twee dansjes toevallig ook. Omdat ik zelf ook de Season 2 Battle Pass een keertje had gekocht op mijn Fortnite account. Maar voor de rest hebben we nog best veel leuke emotes hier tussen staan. Ik ga er gewoon even snel doorheen. Oh, en zelfs de lama bel. Dit vind ik echt een van de beste emotes van heel Fortnite. Voor de rest staan er nog leuke dingen tussen. De kip sowieso van deze Battle Pass natuurlijk. Wat is dit voor dansje? De Clean Grove. Oké. Er staan zoveel dansjes op. De Slytherin. What the heck. Deze ook leuk. Kan je met heel veel dingetjes leuk gebruiken. Voor de rest superveel groene emotes. Ik zou zeggen, check het allemaal even langs. Oh, deze is vet. Bam. Hoppakee. Super veel dansjes staan op dit account. Dat is één ding wat zeker is. Voor de rest, er staan geen controls aan op dit account. Maar er staan wel super veel controls op natuurlijk op dit account. Zelf heb ik ook best wat controls. Ik gebruik ze niet allemaal, want het zijn er gewoon te veel. Deze dingetjes krijg je natuurlijk altijd van de Battle Pass eigenlijk. En er is er maar eentje
ooit in de itemshop geweest. En dat was laatst toevallig nog. Maar voor de rest kon je deze dingen alleen maar krijgen met Battle Pass. Is niet zo bijzonder, lijkt mij. Maar nu gaan wij door naar de gliders. En bij de gliders zie ik tot nu toe al een super zeldzame glider staan. En dit is de Aerial Assault One. En dit is letterlijk ook een glider die je alleen uit Season 1 kon krijgen. Die bijna niemand heeft. Deze glider is waarschijnlijk, hoogstwaarschijnlijk, nog zeldzamer dan de Renegade Raider. Want de Renegade Raider was natuurlijk een skin. Mensen boeiden het niet echt om een glider. Want die zie je toch maar echt een paar seconden in een game toen de tijd. Want je had geen redeploy, je had geen launchpad, je had bijna niks in Season 1. Dus een glider kochten niet veel mensen. Maar op dit account staat dus wel een gekochte Season 1 glider. Die is ook uit de Season Shop kwam. Dezelfde shop als waarin je de Renegade Raider kon kopen. Dus dat is super vet. Voor de rest gaan wij nu op de gliders klikken. En er staan zo ontzettend veel gliders op. Natuurlijk de Aerial Assault One. Super zeldzaam. Daarnaast hebben we nog de Mako glider. Die ook echt ontzettend zeldzaam is. Want die kon natuurlijk alleen maar uit Season 1. En deze kon je toen de tijd gratis krijgen. Haalde je level 25. Natuurlijk, nu heb je er eigenlijk niks meer aan om level 25 te halen. Het enige wat je nog krijgt per level is dat je wat XP bij krijgt. Of natuurlijk Battlestars, maar meer eigenlijk niet. Maar dit is super vet dat dat toen de tijd gewoon kon. Dat je gewoon letterlijk een gratis glider kon inloggen. Terwijl je niet eens geld hoeft uit te geven aan Fortnite. Voor de rest staat de Gumdropper op. Een super vette glider die je met super veel skins kan combineren. En voor de rest, deze glider komt uit Season 2. Laten we nog even verder kijken. Alle Victory Umbrella's staan er ook op. Deze is toevallig ook van Season 2. Ook best zeldzaam. Season 1 had niet echt een speciale Victory Glider. Season 1 had namelijk gewoon een Clean Glider. Maar die krijg je er volgens mij nog altijd bij. Stel je haalt een win in Season 9. Dan krijg je deze Umbrella er zelfs ook bij. Terwijl deze volgens mij niet zo zeldzaam. Ik zou zeggen, laat het weten in de reacties. Als ik het nu mis heb, daar ben ik wel benieuwd naar namelijk. Of ik nu überhaupt de waarheid spreek. Maar volgens mij krijg je deze glider nu echt bij elke win. Als je je eerste win haalt tenminste. Op je account. Maar dit zijn dus alle gliders die er op het account staan. Voor de rest staan er aardig wat Battle Pass glidertjes op. Zoals je kan zien. Deze glider, bijvoorbeeld een Battle Pass glider uit Season 3. Maar dit ziet er allemaal super tof uit. Laten we gewoon maar gelijk doorgaan naar natuurlijk de pickaxes. En er staan er nu al heel veel op. Dit is natuurlijk de pickaxe van de vissen skin. Daarnaast hebben wij nog de Rier Trippers. Oké, dit zijn bananen pickaxes, lijkt het wel. Ook natuurlijk van de nieuwe Battle Pass in Seizoen 9 zijn namelijk natuurlijk de pickaxes, de dubbele pickaxes eigenlijk uitgekomen. Dat is super tof. Voor de rest, deze glider pickaxes gekocht. Deze pickaxe is een Season 2 Battle Pass pickaxe, dus ook best zeldzaam. Alleen gebruikte niemand deze pickaxe eerst, omdat die zoveel lawaai maakte. Ik kan het misschien wel laten horen. De rest zie ik een beetje te scrollen en zie ik niet heel veel pickaxes erbij staan die echt super zeldzaam zijn. Natuurlijk, de Reaper pickaxe was heel zeldzaam, is helaas teruggekomen in de item shop tenminste. Helaas voor de mensen natuurlijk die hem in eerste instantie hadden op het moment dat hij super zeldzaam was. Maar nu is hij gewoon een tijdje geleden teruggekomen met Halloween en is hij eigenlijk totaal niet meer zeldzaam. Nu gaan wij natuurlijk een kijkje nemen naar alle skins die er op dit account staan. Maar voordat ik dat wil doen, wil ik de eigenaar van dit account erg bedanken dat ik überhaupt mag inloggen op zijn account. Ik bedoel, wie vertrouw je nou zomaar een account met een Renegade Raider skin toe met superveel Season 1 items. Dus dat is super tof. Maar daarnaast had ik ook nog een leuk idee. Ik heb hier naast mij namelijk een code liggen voor een reflex bundle. Een reflex bundle waarbij je dus 2 skins krijgt, 2 gliders, 2 pickaxes en ook nog eens 2000 V-bucks. En ik had het plan om zo'n heel bundel aan de eigenaar weg te geven van dit account, oftewel aan Enzo. Het enige wat Enzo nog niet weet is dat ik hem dat überhaupt wil gaan geven. Ik ben echt super benieuwd naar zijn reactie als ik dat straks ga doen. Maar eerst gaan wij natuurlijk een kijkje nemen naar de skins. Iets waar ik zo hyped voor ben en wat ik zo graag wil zien. Want er staan volgens mij aardig wat vette skins op dit account. Ik start gewoon lekker beneden en wat ik nu al kan zien is dat er best wat skins op dit account staat. Het balkje is namelijk best wel klein zoals je hier kan zien. En we zien hier al een kerstskin. We zien hier aardig wat groene skins die er best wel vet uitzien en die bijna niemand eigenlijk koopt. Ik bedoel, deze skin die zie ik eigenlijk vrijwel nooit in de item shop. En deze skin zie ik ook vrijwel nooit in de item shop. Hetzelfde met deze, maar deze zie je wel wat vaker omdat dit vrouwelijke skins zijn. Maar deze zie ik echt letterlijk nooit in games, zo lijkt het wel. Voor de rest staan er nog een leuke piraten skin tussen. Deze skin is ook al best oud eigenlijk. Deze skin is van Season 2 van de Battle Pass. Deze skin ziet er tof uit. Dit is een oude starter pack skin. Deze ziet er ook tof uit. Is ook super tof. Ook super tof natuurlijk. Hiervan komt trouwens binnenkort ook een zomerversie aan. Hier nog een riddertje van Season 2 natuurlijk. Nog een
Artokic, Assassin, ik weet niet wat er stond, maar oké. Voor de rest hebben we nog aardig wat paarse skins hier tussen staan. Ik kan even tussendoor scrollen en ik zie hier al een Skull Trooper staan. Laten we kijken of dit überhaupt een paarse versie heeft. Daar ben ik wel benieuwd naar. Alright, nee. Helaas, geen paarse versie. Oftewel, het is geen zeldzame Season 1 Skull Trooper. Maar ja, we gaan gewoon lekker verder. We gaan langzaam naar boven scrollen. Tussen alle skins natuurlijk door. Hier zitten aardig wat Battle Pass skins ook tussen. Ik zit tot nu toe nog niet aardig veel gekochte skins. Tenminste, de Skull Trooper is natuurlijk een gekochte skin. Al die blauwe skins zijn natuurlijk ook zo wat gekocht. Het leuke vind ik trouwens wel is dat in Season 2 is eigenlijk het enige seizoen waarin er blauwe skins in de Battle Pass zijn gekomen. Ja, we gaan lekker door. We hebben hier natuurlijk de Giddyup skin. Een geweldige skin. Ik zie ook de Funkops dat natuurlijk een gekochte skin is. Die ook wel uit Season 2 komt of Season 3 volgens mij. Tenminste, deze skin werd geadd toen de Boogie Boom ook in de game kwam. En dat is zo ontzettend lang geleden. Dat is niet normaal. Maar laten we naar boven scrollen. En ik kom hier nu al aan bij de Legendary skins. Sowieso, ik vind deze Legendary skins niet zo heel tof. Ze zijn allemaal Battle Pass skins natuurlijk wel. Is dit account blijkbaar Saved the World? Want dit is een skin die je alleen maar krijgt als je Saved the World hebt. We scrollen heel, heel langzaam naar boven. Ik zie hier nog meer gekochte skins. Namelijk de Rex, de Red Knight. En de Raptor skin. We scrollen nog een klein stukje naar boven. Allemaal Battle Pass, Battle Pass, Battle Pass. Oh, dit is geen Battle Pass skin trouwens. Namelijk de Omen. Voor de rest hebben we... Oh, een Twitch Prime skin staat er zelfs ook op. Oké, we gaan nog een klein stukje naar boven. We komen nu bijna aan bij de favorite skins van dit account letterlijk. En dit Fate skin, ook een gekochte skin natuurlijk. Daarnaast zijn dit ook allemaal Battle Pass skins weer. Maar ik zie... Wow. Ik zie daar al aardig wat skins tussen staan. Weet je wat? Ik ga gewoon naar boven scrollen en dan zullen we zien wat er allemaal op de bovenste rij staat. Oftewel de favorite skin. Dus 3, 2, 1, let's go. En wat? De Black Knight. Ten eerste. Ten tweede. Gold Trooper. Een Season 1 skin die bijna niemand heeft in Nederland. Zowat. Of überhaupt op de hele wereld. Zijn er super weinig mensen die deze skin hebben gekocht. Omdat die zo ontzettend oud is. Daarnaast de Honor Guard skin. Wat een exclusieve skin is. De Fishstick skin. Niet al te zeldzaam. Maar wel super derpy. En daarnaast natuurlijk de Renegade Raider. Die we al eerder hadden gezien, maar wat de heck, er staat gewoon letterlijk een Gold Trooper op dit account. En één ding wat mij is opgevallen is dat er gelukkig nog geen Reflex bundle op dit account staat. Ik zit hier nu dus op de Fortnite Redeem website en ik ben dus ook al ingelogd natuurlijk op het account van Enzo, oftewel het Season 1 account. En wij gaan hier een codetje invullen die ik heb gekregen van Cheap Bundle Service. Heel erg bedankt daarvoor natuurlijk, want daarmee gaan wij Enzo eens even verrassen als een soort bedankje dat wij een kijkje mochten nemen op zijn account. En ik ben er benieuwd naar wat zijn reactie überhaupt zal worden. Dus laten we hier de code invoeren. Hoppakee, ik had hem al gecopy-paste. En nu kunnen we op de knop redeem klikken. En als het goed is, staat er dan dat ik hem kan unlocken. En laten we kijken. Inderdaad, Counter Attack Bundle. Includes Reflex Outfit. Een backbling, nog veel meer dingen. 2000 V-Bucks. Laten we gewoon lekker deze code activeren op zijn account. Nog even checken. Inderdaad, ik zit op zijn account. Laten we het gewoon doen. Laten we vervolgens inloggen op zijn account. En ik ben zo benieuwd naar wat hij hiervan gaat vinden. Dus 3, 2, 1, let's go. En hij staat er nu dus gewoon op. Ik ben op het moment weer opnieuw ingelogd op het Fortnite account. Laten we de knop play drukken. En laten we gewoon lekker de Reflex bundle speciaal voor Enzo inloggen. Dus 3, 2, 1, bam. Hoppakeetjes. En laten we kijken of die erop staat. En inderdaad, ik kan gewoon letterlijk 9 items inloggen. Dus we klikken lekker op next item. En dit zijn dus de eerste 2 skins die we al hebben gekregen op zijn account. En dan hebben wij er nog een glider bij gekregen. Daarnaast nog... Nog een glider trouwens, jeetje. Daarna nog een pickaxe, daarna nog een pickaxe. Daarna hebben wij nog een backbling, daarna nog een backbling. En daarna hebben wij, als het goed is, nog 2000 V-Bucks. 3, 2, 1, boom. En inderdaad, 2000 V-Bucks op het account erbij. Let's go. Dan gaan we lekker alles collecteren. Collecteren, is dat een woord? Nou, boeien. We gaan er gewoon lekker alles aanzetten. Hoppakee, hier staat het al. Ik kies deze skin. Ik ga gewoon alles alvast voor hem aanzetten. Dat wanneer Enzo straks gaat inloggen op zijn Fortnite account, dat hij het gelijk ziet. Dat hij gewoon letterlijk de hele bundle heeft gekregen. En hij heeft er dus ook nog 2000 V-Bucks bij gekregen. Maar oké mensen, dat was dan deze video. Ik wil jullie allemaal ontzettend erg bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je hem nou tof? Zo ja, druk dan natuurlijk zeker nog even op dat blauwe duimpje omhoog.
kunnen wij dus vandaag die 5000 likes halen. Dat zou super tof zijn. Vergeet natuurlijk ook niet eventjes te abonneren op mijn kanaal. Het kan natuurlijk hier beneden. We zitten super dichtbij die 160.000 abonnees. En met de dag komen we gewoon een stuk dichterbij. Maar dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. Bedankt voor het liken. En dan zie ik jullie hopelijk allemaal weer bij de volgende video. Later.